Hey, hallo, ik ben Simon en welkom bij mijn vlog. Vandaag bezoek ik Disneyland samen met Destiny! Ja, het is alweer mijn derde bezoek aan Disneyland dit jaar. Ik ben al in januari geweest en in maart. Ik hou van Disney. Nou, het zijn nu de Magic Morning Hours. En als je een abonnement hebt of in een van de Disney hotels zit, dan mag je naar de Magic Morning Hours. En dan is het park al een uur tot anderhalf uur van tevoren voor je geopend. Met een paar attracties. In Fantasyland, een paar attracties in Discoveryland. En sinds kort nieuw, ook Big Thunder Mountain. En dat is hartstikke fijn, want dat is een hele drukke attractie. Nou, we gaan nu eerst onderweg naar Peter Pan, want dat is Destiny's favoriete attractie. En Peter Pan wordt ook heel snel druk, dus het is wel een goede attractie om de dag mee te starten. Ja, ik kom eigenlijk al jarenlang in Disneyland. Mijn eerste abonnement, dat was in de zomer van 2008 volgens mij. Toen was ik nog maar 13. En ja, sindsdien heb ik heel lang, heb ik elk jaar, jaartje wel, jaartje niet, een abonnement op Disneyland gehad. En nu sinds kort heb ik eigenlijk permanent een Disney abonnement. Ik ga zo vaak en ik hou zoveel van Disney, dat is voor mij gewoon veruit het verdedigste. Peter Pan is, zoals je ziet, op deze Magic Morning nog kwantbaar, terwijl je in de overdag gewoon een uurtje kan wachten. En ik ken iemand die daar heel blij mee is. Ja. Jazeker. Kijk toch eens dit mooie lege wachthok. Die staat vanmiddag wel vol, maar nu nog niet. Ik heb hem wel één keer nog leeg gezien, dat afgelopen januari. Toen heb ik echt letterlijk alleen in de attractie gezeten. De zin in Destiny. Ja. Peter Pan is een van mijn favoriete jeugdfilms van vroeger. Ik doe de attractie ook nog steeds hartstikke graag. Oké, hij is klein en misschien een hele lange wachtrij niet waard. Zeker niet als je geen kinderen bij hebt. Maar ja, hij blijft hartstikke leuk. Destiny, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het geweldig. Zo mooi als hoe grote fan van Peter Pan ben jij? Oh, echt heel groot. En gezien dat hij nog steeds heel kort is, gaan we lekker nog een keertje doen. Zo, dat was Peter Pan alweer. Ja, nu zijn we onderweg naar Big Thunder Mountain. Echt mijn favoriete achtbaan hier in Disneyland Parijs. Ja, natuurlijk zijn Space Mountain en Rock Roller Coaster. Ja, veel intenser, maar ja, Big Thunder Mountain is zo geweldig gethematiseerd. Zo'n lange rit. Dat vind ik echt al jarenlang hier de allerleukste achtbaan. Nou, we hebben geluk. De wachtrij is maar 5 minuutjes. Dat is natuurlijk hartstikke kort voor Big Thunder Mountain.
Big Thunder Mountain toch een hele goede achtbaan. Of niet, Destiny? Ja, ik vind hem fantastisch. Het is tijd voor Hyperspace Mountain, een van mijn andere favoriete achtbanen hier in Disneyland Parijs. Ja, het is best wel een bijzondere achtbaan. Hij is heel lang natuurlijk, gaat 3 keer over de kop, gebouwd over coma. Het hele speciale aan deze achtbaan is dat die lancering daar onder een hoek staat. En er zijn maar heel weinig achtbaan in de wereld die lanceren onder een hoek omhoog. Nou, Hyperspace Mountain is natuurlijk normaal Space Mountain, maar hij is nu al een paar jaar tijdelijk omgebouwd tot Hyperspace Mountain met de characters van Star Wars. En het is best wel een toffe rit geworden. Maar er gaan geruchten dat die binnenkort weer teruggebouwd gaat worden naar de originele Space Mountain, of Space Mountain Mission 2. Maar goed, dat zal de toekomst gaan uitwijzen wat de toekomst van deze attractie is. Op zich ben ik niet heel treurig om het Star Wars ontwerp nu, want ik vond Mission 2 nooit zo sterk. Nou, het is nu het einde van de Magic Morning. Het is bijna 10 uur. Het park gaat bijna open. De wachtrijen zijn nog steeds heel kort. Het Space Mountain is nu 5 tot 10 minuutjes. Hier heb je momenteel een extra meet and greet met Mickey in zijn speciale Phantom Manor kostuumpje. Nou, afgelopen januari heb ik echt een fantastische Disney ervaring gehad. Dat is denk ik de beste Disney ervaring ever geweest. Ik zal de foto's er even in douwen. Het was toen zo rustig hier in het park dat er helemaal niemand voor Mickey in de wachtrij stond. En Mickey mij op sleeptouw nam hier over het plein voor Phantom Manor. En ik heb zulke fantastische foto's toen met Mickey kunnen maken. En ik ben daar zo blij mee. De ultieme Disney beleving was dat. Ik heb nog nooit zo'n leuke Disney ervaring gehad als toen. Van je liep met Mickey privé door het park, zeg maar. De grote baas door Disneyland. Dat was echt fantastisch. Echt. Ook die castmembers toen, die hebben echt 100.000 foto's voor me genomen. En dat was echt fantastisch. Nou, die hele lange rij die hier ziet staan voor Phantom Manor is omdat die storing heeft. Dus dat is jammer. Indiana Jones at the Temple du Pearl is een looping achtbaan van Intamin. Er staat een kopie van deze achtbaan in Tokyo Disney Sea. Daar heet hij geen Indiana Jones, daar is het Raging Spirits. Maar het is bijna dezelfde achtbaan, alleen hij is heel veel soepeler in Tokyo Disneyland. Daar is de padding op je beugels veel zachter en dergelijke. Maar alsnog, ja, het is denk ik de minste achtbaan van de grote achtbaan in Disneyland Parijs. Maar ja, ik doe hem alsnog redelijk vaak. Het is echt wel een leuk, vermakelijk baantje tussendoor. En de wachtrij is nu maar ongeveer 5 tot 10 minuutjes. Ja, deze achtbaan is wel leuk, maar heeft altijd wel een paar rake klappen. Ik vind wel, deze achtbaan heeft een van de allerbeste loopings die ik ooit heb gedaan. Zeker als je front seat, back seat zit. Ja, dat is zo'n intens krachtige looping die je niet vaak meer meemaakt. Het komt een beetje in de buurt van een zwartkoppen looping. Alleen dan op een Intamin achtbaan. Nou, het is nu tijd om besluitje te gaan doen, want daar hebben we Fastpass voor. Ja, als je een beetje handig bent met dat Fastpass systeem, dan kan je er zoveel tijd in besparen. Persoonlijk sta ik nooit langer dan maximaal een half uurtje in de rij voor ook maar iets in Disneyland. Natuurlijk kom ik hier heel vaak, dus vind ik het persoonlijk al heel snel niet waard om echt een uur te gaan wachten voor iets. Maar gewoon in het algemeen, als jij goed plant, als jij je Magic Morning Hours gebruikt, op tijd in het park bent, goed je Fastpasses plan voor de drukke rides zoals Peter Pan, Hyperspace Mountain en Big Thunder Mountain, dan kan je echt heel veel doen op een dag met echt minimale wachttijden. Our mission is to find his robot and his secret weapon and blast him. Rain Squadron will retrieve the power cell. Shit.
Je doet niet echt goed je best aan Destiny. Ik wil lekker genieten van de dark ride. Ja mensen, wat hou ik eigenlijk ook van Disneyland? Ik kom hier eigenlijk al mijn hele leven sinds ik echt heel klein was. Sinds ik denk dat ik 1 jaar oud was. Ik ben nooit gestopt ermee. Ik ben zeg maar nooit ontgroeid. Ik kom hier super vaak. Als in denk ik om de 2 maanden ongeveer is mijn gemiddelde. Ik hou er gewoon van. Disney. Ik heb gewoon een Disney hart. Zoals heel veel mensen hebben. En elke keer als ik hier in Disneyland Parijs ben, voel ik het gewoon als thuiskomen. En ja, dat is natuurlijk parkrig. 4 uur rijden van mijn huis af. En ja, ik voel me hier gewoon echt, echt thuis. Maar dat geldt eigenlijk voor elk Disneypark op de wereld. In elk Disneypark voel ik me thuis. Want ik voel me altijd thuis in de Disney-sfeer. Maar Parijs ken ik echt elke steen. Dus ja, dan voel je je al snel wat meer thuis. Er is natuurlijk soms wel eens wat kritiek op Disneyland Parijs. Soms terecht. Soms ook een beetje overdreven. In andere parken in Amerika bijvoorbeeld hebben ze dat soort dingen ook. Alleen wij als Europese fans die letten daar niet op. Want wij komen er niet zo vaak. Ook Aziatische parken hebben dat. Dan denk ik ook van, nou, in Europa zouden we er heel erg om zeuren. En in de Aziatische parken of in de Amerikaanse parken doen we het niet. Want we komen er niet zo vaak en er gaan veel minder fans naartoe. Dus ja, misschien een beetje hetzelfde als Efteling fans die heel erg op de Efteling mouwen. Terwijl buitenlandse fans het echt super vinden en nergens om klagen. Ja, de Stars on Parade gaat bijna beginnen. De parade hier in Disneyland Parijs. Destiny is een hele grote fan, dus we gaan even een mooi plekje zoeken om te bekijken. Zo, het is tijd voor Phantom Manor. Ik ben er natuurlijk al 1,5 jaar ondertussen niet in geweest, want ja, dat was een hele grote renovatie de afgelopen tijd, waar je ongetwijfeld van gehoord hebt. Ik ben echt benieuwd hoe die eruit ziet. Ik heb redelijk alle spoilers en onrides hebben kunnen vermijden. Ik weet wel een paar dingen die ik gezien heb op Twitter, maar ja, ook niet zo heel erg veel. Dus ik ben echt super benieuwd wat ik ervan ga vinden. En voor Destiny wordt het de eerste keer, dus wat zij ervan gaan vinden. Wat heb ik toch ook dit uitzicht gemist, hè? Hier heb je het allermooiste uitzicht eigenlijk over heel Thunder Mesa en Big Thunder Mountain. Ik ben zo blij dat Phantom Manor weer open is. Ik ga hem nu voor het allereerste keer weer doen. Nou, kan je mee naar binnen?
Zo, dat was de nieuwe Phantom Manor. Ja, ik heb er wel heel erg van genoten. De grootste verandering die me opviel was direct daar in de voorshow. Of eigenlijk nog voor de voorshow. Want zeg maar het entreehalletje waar je eerst verzameld werd. Daar gebeurde eerst eigenlijk niks. Daar heeft hij ook een soort van heel klein voorshowtje van gemaakt. Maar dat is wel heel, heel erg tof. Destiny, wat vond jij ervan na je eerste keer? Ik vind het echt een hele mooie dark ride. Ik snap wel waarom sommige mensen hier helemaal fan van zijn. Maar ja, het is ook zo dat ik een beetje de verhalen in ken van het huis. Want anders had ik waarschijnlijk geen fuck gesnapt van wat ik allemaal heb gezien. Maar ik weet dat het wel een beetje moet zitten en zo met de bruid. En zo. Echt heel mooi. Ja, daar kan ik het eigenlijk alleen maar helemaal mee eens zijn. Het is echt een heel mooi spookhuis van alle Phantom Manors op de wereld. En ik heb ze allemaal gedaan. Blijf ik Phantom Manor de mooiste vinden. Ook de hoofdvoorshow met de lift is vernieuwd. Je hebt onder andere een nieuwe Phantom Ghost die bovenaan staat. Je hebt de nieuwe schilderijen. Het verhaal is nu in het Engels en het Frans. Met de originele stem. Die was ooit alleen maar uitgebracht op cd, op audiobestand. Die luister ik al jaren. Maar ja, eerst was de taxi volledig in het Frans. En nu is die heerlijk in het Frans en Engels. En dat vind ik persoonlijk echt een hele grote verbetering. Want ja, de helft van de bezoekers van het park zijn maar Frans. En de andere helft zijn buitenlands. Dus ik vind het wel heel erg fijn dat er nu ook Engels in Phantom Manor is. De rit zelf is ook goed opgeknapt. Echt een paar mooie extra, ja, zeg maar, touches aan de rit. Dit is wel minder nieuw dan ik persoonlijk had gedacht. Het ziet er namelijk allemaal weer heel mooi uit. Het licht is al opnieuw gedaan. Het ziet er heel donkerder uit dan vroeger. Dat vind ik misschien wel een tikje jammer. Want je ziet echt heel veel details, zie je nu heel veel minder. En het huis is van binnen echt super gedetailleerd. Ook de buitenkant van de attractie is volledig opnieuw opgeknapt. Ik had het natuurlijk al een paar keer gezien. Maar het is me nu, ik het dicht opstap, me pas echt opgevallen dat echt alles strak in de lak staat. Met een vervallen uiterlijk. Dus het is weer heel strak vervallen gemaakt eigenlijk. Maar echt, met deze opknapbeurt kan Phantom Manor er echt weer jarenlang tegenaan. En ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Ik vind het jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Deze anderhalf jaar is hij dicht geweest. Maar we hebben er wel wat moois teruggekregen. Zo, dat was weer een heerlijk ritje in Big Thunder Mountain. Het is nu 9 uur. Het park gaat over 2 uur pas dicht. Het park is wel tot 11 uur open vanavond. Om 11 uur is pas Illuminations en die doet ook nog 20 minuten. Dus ja, we zijn niet voor 11:30 het park uit en ook niet voor middernacht in het hotel, vrees ik. Ja, de laatste twee in Disney zijn eigenlijk altijd het allerbeste. Dan wordt echt alles lekker rustig en de wachtrijen zijn echt nog flink naar beneden aan het lopen. Wij gaan nu lekker een ritje maken nog in Hyperspace Mountain. En nog eens even wat dark rides doen in Fantasyland, Adventureland. En misschien ook even in Discoveryland. Destiny, hoi Destiny. Als je nou moe bent van je hele dag in Disneyland, kan je hier in het Videopolis Theater even lekker bijkomen, een Disney short kijken, een snackje halen. Maar ergens is het wel heel jammer dat dit hele grote theater nog maar heel weinig gebruikt wordt voor echte shows. De laatste echte show die ik hier gezien heb, dat was Mickey's Big Band, de Christmas Edition. Die is afgelopen winter is die naar het Studio Park verplaatst in het theater van Mickey and the Magician. Maar het jaar daarvoor zat hij nog hier. Dus ja, jammer dat ze zo'n groot theater eigenlijk voor niks gebruiken. Maar goed, ja, je kan hier wel echt lekker heel relaxed zitten na een hele lange dag Disney. Want dit soort dagen Disney zijn zwaarder. We zijn vanmorgen om 9:30 begonnen met de Magic Morning Hours. En we gaan niet voor 11:30 het park uit zijn. Dus dat is gewoon een Disney dag van 16 uur lang. Dat is echt heel erg lang. Ja, ja, tijd voor It's a Small World. Ik ben niet verantwoordelijk als het liedje de rest van de dag bij jullie in je kop blijft hangen. Zou ik misschien niet zeggen, maar It's a Small World is voor het eerst ontwikkeld in de jaren 60
voor de New York's Fair. Terwijl Disney destijds een paviljoen. En daar is deze attractie toen in première gegaan. Op de New York's Fair in de jaren 60 was de attractie zo populair dat toen de fair was afgelopen, ze de attractie hebben gehaald naar Disneyland in Anaheim. Ze zien dus deze attractie niet uit geen enkel Disneypark weg te denken is. Behalve Shanghai dan, die heeft er nog geen. Ja, je kan er heel veel van vinden, maar het liedje is iconisch. Het is echt de ultieme kinderfamilieattractie. Destiny, waarom ben je zo mouw op It's a Small World? Omdat die muziek! Dat is classic! Nou echt! It's a small world! Zo, de nacht is aan het vallen over Disneyland Parijs. En dat is mijn favoriete tijd in een pretpark. Als het 's nachts is met alle lampjes overal. Mijn favoriete gebied in Disney in de avond is het Fantasyland. Dat is zo mooi. Dat is helemaal donker met hier en daar lampjes. Heel sfeervol. Maar ook Fantasyland mag er echt zijn. Fantasyland, Big Thunder Mountain in het donker. Gaan we nu niet redden. Maar dat is echt fantastisch. Dat is mijn favoriete achtbaan in het donker. Ja, en eigenlijk alles, ook Discoveryland ziet er hartstikke mooi uit. Het is wel denk ik mijn minst favoriete donkere gebied, zeg maar, van Disneyland. En ja, natuurlijk alle lampjes die ook op de Main Street zijn, 's avonds. Dus mijn tip is eigenlijk altijd, blijf ook tot 's avonds in een pretpark hangen. Dan komt het pas echt tot leven en beleef je een heel ander park. Nou, Fantasyland sluit helaas al wat vroeger. Dit in verband met Disney Illuminations, waar het vuurwerk voor moet worden opgezet op de daken van de Dark Rides hier. Dus wij gaan lekker naar Pirates of the Caribbean. Dat ligt net buiten Fantasyland en is daarop nog wel open. Pirates of the Caribbean is natuurlijk die andere klassieker van Disney. Ook voor het eerst geopend in Disneyland Anaheim en sindsdien op alle parken wereldwijd neergezet. Behalve Hongkong Disneyland. Nou, deze Pirates of the Caribbean in Parijs is mijn favoriete Pirates of the Caribbean van de klassieke Dark Rides. Natuurlijk, Shanghai Disneyland Pirates is veel beter. Maar ja, dat is natuurlijk totaal niet vergelijkbaar, want het is een hele andere dark ride. Een fois, zo, dat was Pirates of the Caribbean. Wij zijn nu onderweg naar Phantom Manor voor een tweede ritje. Voor de rest gaan we nog even heerlijk genieten van Disneyland by Night en natuurlijk dadelijk Disney Illuminations.
Zo, dat was alweer het einde van ons eerste dagje Disneyland. En we hebben nog een tweede, hè? Morgen gaan we namelijk weer. Nou, ik heb het in ieder geval super naar mijn zin gehad. Maar dat heb ik altijd in Disney. Nou, Destiny, ik hoef het eigenlijk niet eens te vragen, hè? Nee. Topdag. Ja, echt een topdag. Wel super lang. 16 uur in totaal achter elkaar in de parken geweest. Dat is best wel slopend voor onze benen. Ja. We waren hier vanmorgen om 9:30 in het park. En het is nu 11:45. Dus het is bijna middernacht. En voordat we bij de auto zijn, is het ja, al middernacht. Ja, en morgenochtend moeten we er weer zo vroeg zijn. Ja. Hey, vergeet niet ook even de vlog te kijken van het Walt Disney Studio Park van vandaag. En natuurlijk de vlog die we morgen gaan opnemen. Nou, hier vanuit een heel laat Disneyland Parijs zeg ik tot ziens. Fijne nacht. En ik zie jullie de volgende keer. Vergeet me ook niet even te volgen op Instagram en Twitter. En je kan ook even hieronder commenten, liken en subscriben. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!